De districtcommissaris van Komowene, Mohamed Safik Rajab, wil dat de MAS de Braziliaanse boten die voor anker liggen nabij de Weidenbosbrug verwijdert. Volgens de burgervader houden de Brazilianen zich bezig met illegale activiteiten zoals smokkel. Daarnaast houden ze zich niet aan de COVID-19 maatregelen. Nou, ik heb met MAS gesproken, meneer Gemers van MAS, en ik heb hem ook voorgehouden van dat die boten helemaal aan de kade komen meren. Ze binden hun boten gewoon aan die bomen en dat kan niet. Het zijn vreemde mensen. Mensen kunnen toch niet hier en daar komen meren. We hebben toch regels en ik heb meneer Gemers gevraagd om dan via maritieme autoriteiten al die boten desnoods naar de Nieuwhaven te dirigeren, want dit ga ik niet meer pikken. Want het is niet veilig voor ons. Wat gebeurt ook dat die kleine boten die ze meenemen als dat zijn reddingsboten voor hun, op en neer varen en dan bereiken ze onze kleine bootbrug daar, zonder mondkap, zonder vest. Je weet niet wie naar binnen komt en wat voor ziekte ze meenemen. Dus ik heb meneer Gemers toen gerapporteerd van dit kunnen we niet meer tolereren. Het moet aangepakt worden. De DC zegt dat de MAS met twee maten meet. Hij begrijpt niet waarom de lokale boothouders continu aan diverse controles worden onderworpen, terwijl de Braziliaanse boten met rust worden gelaten. Zo te zien wel, want als ze links en rechts varen met die kleine boten, zonder zwemvesten, en dan gaan ze helemaal ook naar de Plattebrug erbij. En MAS die treedt niet op. Mijn mensen die hier varen met die kleine boten, die worden achtergezeten door de maritieme autoriteiten. Er is geen vest, er is geen mondkap. Maar hun varen allemaal. Het lijkt op een wildwestsysteem en dat ga ik niet meer toelaten. Eigenlijk zou de maritieme politie ervoor moeten zorgen dat deze boten weg moeten. Zeer zeker, Susma. Dit kan niet. Dit kan niet, dit kan niet. En dat was dus DC Mohamed Safik Rajab van Komowene. Onze nieuwsredactie heeft geen reactie kunnen krijgen van de MAS.